Welkom bij de tentoonstelling De Zoete Inval. Hier op een Napoleontische fort in het prachtige Waterpoortgebied. Waterpoort is onlosmakelijk verbonden met de suikerindustrie. Al ruim 150 jaar worden hier suikerbieten geteeld en op industriële schaal verwerkt tot suiker. Het verhaal van de suikerbiet begint in 1747 in Duitsland. Terwijl de Europese suikerindustrie wordt gedomineerd door tropische rietsuiker, ontdekt de Berlijnse chemicus Margraaf een manier om suiker te halen uit de inheemse beetwortel. Zijn baanbrekend werk wordt voortgezet door een van zijn leerlingen, Karel Achard. Hij ontwikkelde een compleet industrieel proces om suiker uit beetwortel te kunnen winnen en in 1802 bouwt hij de eerste bietensuikerfabriek ter wereld in Silesië. In dezelfde periode verovert Napoleon grote delen van continentaal Europa, waaronder het tegenwoordige Nederland. Aartsvijand Groot-Brittannië wordt echter niet verslagen. Om zich te beschermen tegen Engelse aanvallen zette Napoleon kustverdediging op. Zo bouwde hij in 1811 dit fort om de Engelsen buiten de deur te houden. Frankrijk en Groot-Brittannië bestreden elkaar ook op het economische vlak. In 1806 stelde Napoleon het continentaal stelsel in, waardoor het Europese vasteland werd afgesloten voor handel met Engeland. De Britten op hun beurt blokkeerden de zeewegen voor de aanvoer van producten uit andere delen van de wereld naar Europa. De Nederlandse economie, die was gebaseerd op de handel over zee, werd zwaar getroffen. Het afsnijden van de toevoer van koloniale producten zoals katoen, rietsuiker en koffie stimuleerde de ontwikkeling van de alternatieven, linnen, bietsuiker en sigorij. Suikerbieten werden zelfs op Frans bevel verbouwd. Nederland kwam niet veel terecht van de Franse plannen. In 1811 werd nog geen kwart van de voorgeschreven 2300 hectare akkerland beplant met suikerbieten. Na de val van Napoleon pakte Nederland zijn overzeese activiteiten snel op. Rietsuiker nam zijn oude plaats in en het leek gedaan met de suikerbiet in Nederland. Ondertussen bleven onze buurlanden de bietenteelt op kleine schaal bestaan en werd de suikerproductie stukje bij beetje efficiënter. Door de beetwortel selectief te telen steeg het suikergehalte. Ook de machines en de productietechnieken verbeterden. Met de afschaffing van de slavernij stegen de prijzen van het suikerriet. Hierdoor ontstonden weer kansen voor de inheemse suikerbiet. In 1858 bouwden de Amsterdamse gebroeders De Bruin, die steenrijk waren geworden met het raffineren van ruwe rietsuiker, de eerste suikerfabriek van Nederland, Azelma in Zevenbergen. De bietenindustrie bleek een winstgevende en dus populaire investering. Wat volgde was een enorme uitbreiding van het aantal suikerfabrieken. 20 jaar later waren er al 23 fabrieken, waarvan verreweg de meeste in de West-Brabantse klei stonden. Waarom werden de meeste fabrieken juist hier in het Waterpoortgebied gebouwd? Binnen West-Brabant komen een aantal zaken die essentieel zijn voor de bietenteelt bij elkaar. Er is hier vruchtbare zeeklei waarop de bieten goed groeien. Ook is hier veel schoon, zoet en bevaarbaar oppervlaktewater aanwezig. En als laatste is er voldoende mankracht aanwezig om de fabrieken te bemannen. Boeren hadden een moeizame relatie met de particuliere suikerfabrikanten. Er was veel ontevredenheid over de bietenprijs en veel wantrouwen over en weer. Uit deze onvrede ontstond in 1899 de eerste coöperatieve suikerfabriek van Nederland in Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij waren de boeren eigenaar van de fabriek en deelden mee in de winst. Het bleek voor de suikerindustrie een winnende formule. Uiteindelijk is alleen de coöperatieve variant blijven bestaan. En we kennen die onder de naam de Suikerunie. Vanaf de eerste experimenten in het laboratorium van Margraaf is men bezig geweest met het verbeteren van de gehele productieketen. Er is in de jaren heel veel veranderd op het gebied van efficiëntie. Van de 23 fabrieken zijn er nu nog 2 over. Echter is de productie allerminst gedaald. Op het gebied van biobased heeft Suikerunie ook nooit stilgestaan. Er wordt niet alleen veel meer suiker uit een biet gehaald, ook worden alle restproducten omgezet,
verhandeld en hergebruikt. Aanhangende bietengrond wordt gebruikt voor het ophogen van landbouwgrond, wegen en dijken. Melasse wordt verkocht als vergistingsmateriaal voor bijvoorbeeld de alcoholindustrie. Bietenpuntjes leveren biogas, waardoor de fabriek steeds minder externe energiebronnen hoeft te gebruiken. Bietenpulp wordt verwerkt tot veevoer. Van schuimaarde maakt men kalkmeststof. Zelfs het water uit de biet wordt gebruikt op de suikerfabriek, zodat alleen de sanitaire voorzieningen nog op leidingwater werken. De biet heeft ons veel gebracht. Wie weet wat de biet ons nog in de toekomst gaat brengen. Vervolg uw wandeling en geniet van de zoete inval.